Marillissen voor die 6 euro, dames en heren. Kom erbij. De koopzondag. Gemeenteraad Bils heeft dit jaar in april besloten een pilot te draaien van 26 extra koopzondagen met ingang van 1 september 2016. Wat vindt u? Moet de koopzondag standaard worden ingevoerd of toch niet? Vind ik een goed idee. En waarom? Omdat de mensen tegenwoordig weinig tijd hebben door de week. De economie trekt aan, dus de mensen willen meer tijd hebben, denk ik, om toch te kunnen shoppen. Ik hoop het. En waarom? Nou, ik heb niet altijd tijd om door de week boodschappen te doen, dus ik doe dat graag op zondag. Ja, vind ik wel. Waarom zullen we die ondernemers niet die kans geven? De omliggende gemeentes hebben dat ook. Nee, ik vind het niet. Gun die mensen toch ook een dag vrij. Ja, 50 euro. Is er een tas voor u neer, mevrouw? Ik vind het niet prettig op zondag eigenlijk. Want mensen moeten ook een dagje vrij hebben, toch? Ik vind die koopzondag fantastisch, ja. Ja. En waarom? Omdat ik dan door deze de druk ben, dan kan ik zondag ook nog boodschappen doen, ja. Ik vind het niet nodig. En waarom niet? Omdat ook het personeel vrij wil hebben. Lijkt me echt fijn. En waarom? Omdat op de zondag, ik vervul me dan meestal. En ja, dan wil ik altijd meestal gewoon naar winkel of zo. Vind ik alleen maar goed. Want dat is voor de winkeliers is dat ook goed. Maar u moet niet denken dat dat gebeurt. En waarom niet, denkt u? Ik weet niet of de politiek erachter zit. Ik weet niet of het zinvol is. En waarom niet? Op zo'n klein dorp. Als de mensen toch wat willen hebben, dan gaan ze toch naar de stad of naar Zeist. Ja. En waarom? Nou, als je iets vergeten bent of je krijgt een onverwacht bezoek, dan kun je toch altijd nog betalen. Vroeger is er gevochten om de vrije zondag, zelfs de vrije zaterdag. En nu moeten de mensen allemaal maar doorwerken en doorwerken. Ik vind dat er ook rust moet zijn. Ja, voor mij mag de koopzondag definitief worden. Ik ben voor vrijheid, blijheid. Dus wie wil gaat open, wie niet wil blijft dicht. Over het algemeen zijn de mensen hier op de Bilthovense Markt erg positief over de koopzondag. Voor de meeste mensen mag het doorgaan. Bedankt voor het kijken en volgende week weer een nieuwe Marktverhalen.